Mario, er staat alles in, hè, deze wedstrijd. Ja, dat is denk voor de neutrale toekijker een hele fijne wedstrijd om te kijken. Maar ja, nee, ik zei net ook dat de eerste helft vond ik ons goed. Of ja, tenminste, we starten niet goed, dat is duidelijk. Maar we reageren hartstikke goed. Met de verdiende gelijkmaker, verdiende voorsprong. Bizar incident met die, bij onze goal dat we aanstekers tegen ons gesmeten krijgen. Maar dan ga je even 25 minuten binnen zitten. Maar ja, ik denk dat we daarna ook goed reageren. En in de tweede helft weet je dat er nu gaan komen en dan werd het iets lastiger voor ons. Dit debuut ga je denk ik niet meer vergeten? Nee, nee, maar automatisch vergeet je niet zo snel een debuut. Maar dit was weer heel speciaal. En uiteindelijk was het in 2-2. Kan je eigenlijk tevreden zijn over het spel van vandaag? Ja, dat denk ik wel. Het spel bedoel je? Ja, en het resultaat ook. Maar nee, het spel, denk vooral de eerste helft, dat we daar tevreden over kunnen zijn. En ja, de tweede helft, dan weet je dat je moet tegenhouden. Maar de eerste helft kunnen we zeker tevreden. Ik denk de manier hoe dat wij druk hebben gezet en hoe wij het gedaan hebben. Ik denk de eerste helft weinig kansen weggegeven. Twee, denk ik, of zo. En, ja, hoe wij druk hebben gezet en kansen hebben gecreëerd, dan ben ik wel trots op die jongens en hebben we het goed gedaan. Hoe vond je zelf vandaag gaan? Voor mezelf? Een beetje onwennig in het begin. Maar naarmate de wedstrijd voor de groei ik ook wel, denk ik. En ja, keurig tot degelijk goed debuut, maar niet, ik wil nog aan de bal met iets meer laten zien en de juiste keuzes maken. Maar dat denk ik wel dat het wel gaat komen naarmate ik meer wedstrijden ga spelen. Maar ja, gewoon tevreden. Niet wauw, heel goed gevoel of zo. Gewoon degelijk debuut, denk ik. Was op een gegeven moment op of niet? Nee, dat niet. Ik denk dat de trein gewoon iets verdedigende verdediger wou met Sean. Dus natuurlijk is die keuze te begrijpen. Ik ben er ook maar na 2 weken, dus alle begrip voor. Hoe ervaar je tot nu toe, die 2 weken? Ja, goed. Heel fijn. Goed opgevangen. Mooie club. Hele familiale club. De jongens, de staf, die omringen mij heel goed. En die jongens maken het ook makkelijk voor mij om hier met een goed gevoel te staan, zeg maar. Over 3 dagen weer een nieuwe wedstrijd. Ja. Klopt, mooie wedstrijd denk ik. Speciaal ook voor al die jongens hier. Ik ken de trainer natuurlijk niet, maar ik denk dat het wel een speciale wedstrijd is voor de jongens die een oude trainer terug tegenkomen. En derby ook. Hè. Dus het zijn de mooiste wedstrijden en het zijn wedstrijden om naar uit te kijken. En snel recupereren en klaar zijn voor die wedstrijd.